Vandaag kijken we hoe het is gesteld met duurzaamheid en energie opwekken. Want jarenlang dacht eigenlijk niemand er echt over na waar nou de stroom uit het stopcontact vandaan kwam. En of er überhaupt genoeg stroom was. Nou, tegenwoordig is dat wel anders. We willen allemaal een lage energierekening en we willen schone energie. En alhoewel dat een spel lijkt voor de grote jongens, is er toch heel veel mogelijk dicht bij huis. Zo hier in Sassenheim wonen een aantal energiecoaches bij elkaar. En wat dat voor gevolgen heeft voor je wijk, dat zie je in deze uitzending. Maar laten we eerst de jonge generatie vragen hoe zij met energie omgaan. Wie staat er bewust korter onder de douche? Denk je tijdens het douchen ook na over het milieu? Het is meer dat ik dan aan het douchen ben en dan zie ik de klok en dan denk ik van oh shit, ik moet snel gaan afronden. En dan denk ik van, het kan wel een keertje, twee in één. Twee shampoos in één keer erin en dan huppatee. En dan... Bijvoorbeeld als ik gewoon shampoo in mijn haar doe, dan laat ik de kraan natuurlijk niet aanstaan. Dat is wel echt verspilling. Hoe gaan jullie thuis met energie om? Ja, thuis zijn we wel een beetje bewust van wat we ermee doen. Bijvoorbeeld, 's avonds trekken we de stopper uit, zodat ze niet alsnog een beetje verbruiken. Of iets korter douchen, dat doe ik zelf niet echt helemaal, maar het is wel belangrijk om aan te denken soms. Een aantal jaar geleden hebben we al zonnepanelen neergelegd, dus dat is natuurlijk al een deel ervan. We hebben de verwarming niet aanstaan eigenlijk, alleen als we met z'n allen in het huis zijn. En we hebben ook een elektrische auto, dus we doen wel gewoon veel met duurzaamheid. We doen gewoon, liggen we onder een dekentje binnen op de woonkamer, of dan doen we gewoon een trui aan. Dus we proberen zoveel mogelijk gewoon zelf warmte te creëren in plaats van de verwarmingen te laten doen. En hoe ziet ons energieverbruik er over 20 jaar uit? Hebben we dan meer alternatieven? Ja, ik denk dat echt heel veel mensen, zonnepanelen, heel veel mensen nemen het nu ook. En ik denk ook veel meer windmolens. Ik denk dat we dan veel meer naar elektrisch gaan, naar groene brandstoffen of naar nucleaire brandstoffen, iets in die richting. Er komen strenge wetten en ja, ik denk dat mensen dan wel gaan beseffen van, oh wacht, ik douche te lang. Ik laat het licht aan, dat moest ik eigenlijk niet doen. Heel veel mensen zullen meer zonnepanelen steeds meer gaan nemen en er zullen steeds meer windmolens komen. En ik denk dat door de jaren heen dat er ook veel meer alternatieven er nog bij komen dan dat we nu al hebben. En dan naar het dak van het Noordgoo College. Ik vind het leuk om hier te komen, ik kom hier wel eens vaker. Omdat het gewoon leuk is om te zien dat je... ook op een andere plek kan bijdragen aan duurzame energie opwekken. Ik heb zonnepanelen op mijn eigen dak, maar dan kan ik er maar een paar hebben. En wat ik verder nodig heb, dat heb ik hier liggen. De panelen die je hier ziet, zijn niet alleen van Rob. Je hebt met z'n allen een totale installatie. En ik heb een aandeel daarin. En dat zijn 13 certificaten. En dat komt ongeveer overeen met 10 panelen. Maar bij de leden zitten ook mensen die zelf geen dak hebben waar panelen op kunnen. We hebben ook mensen die hebben een monument en die willen geen zonnepanelen op hun dak omdat het een rieten kap is. Dus er zijn veel redenen waarom mensen zeggen ik doe mee in een energiecoöperatie. Panelen doen het heel goed, maar dat is voor wie het weet. Aan de kust doen panelen het heel goed. Die doen het zomaar 10% beter dan ergens in het binnenland. En dat komt omdat aan de kust de zon gewoon veel schijnt, veel heldere lucht. Dus de opbrengsten hier in het westen van het land en vooral zo tegen de kust aan zijn echt hoger dan op veel andere plekken. We kijken hier vanaf het dak naar de wijk waar ik woon. En vroeger keek ik vanuit de wijk naar die dak om er wat op te doen. Nou, dat is goed gelukt. Maar wat me vanaf het dak kijkend over de wijk bevalt, en ik kan kijken naar mijn eigen huis ook, is dat ik zie dat er steeds meer panelen liggen. En de laatste 2 jaar is dat echt heel hard gegaan. Een mooie ontwikkeling. Er zijn in onze Bollenstreek meer energiecoöperaties. Heb je interesse? Kijk dan even op onze website. Iedere aflevering vragen we een student uit de Bollenstreek naar zijn of haar studie. Want duurzaamheid komt tegenwoordig overal terug. Mijn naam is Jeroen Vreeburg. Ik ben 24 jaar en momenteel volg ik de masteropleiding Energy Science in Utrecht. En hoe past duurzaamheid in jouw studie? De studie gaat over specifiek de energietransitie. En het focust zich dan op energiesystemen als geheel, zeg maar. Dus vanuit opwekking van energie tot aan gebruik in huis, bijvoorbeeld. Wij leren dan verschillende manieren om daar analysemethodes op los te laten. En aan de hand van allerlei berekeningen uitspraken over te doen. Welke manier, dus bijvoorbeeld welke opwekkingstechnologie de beste zou zijn. En de toekomst, hoe zie jij die voor je?
Ik denk zelf dat duurzaamheid natuurlijk vanuit de energietransitie steeds belangrijker wordt. Dus het wordt steeds groter en dringender, zou ik zeggen. En het is natuurlijk heel breed, want je hebt duurzaamheid in de hoeveelheid kleren die je koopt in een jaar. Of de hoeveelheid energie die je echt verbruikt, zeg maar. Dus het is een onwijs breed onderwerp. Ik denk dat het in alle aspecten groter gaat worden en echt wel dringender. Mijn focus is natuurlijk echt vooral op het energiegedeelte. Ik denk dat we in dat opzicht moeten gaan inzetten op allerlei verschillende manieren die al bestaan om het energieverbruik te verminderen, om zo onze uitstoot te verminderen. Oké, energieverbruik verminderen dus. Komt dat even goed uit? Op het eerste oog lijkt het een normale straat in Sassheim, maar het is toch wel een bijzonder buurtje. Hier hebben ze namelijk het besparen van energie verheven tot een sport. De een is er werkelijk waar nog slimmer in dan de ander. Hi, hey, goedemorgen. Thijs, hi. Hoe verder? Dag heren. Goedemorgen. Jullie zijn allemaal energiecoach, maar wat houdt het nou precies in om een energiecoach te zijn? Nou, de energiecoaches zijn een aantal vrijwilligers in de Bollenstreek. We hebben er, ik denk, een stuk of ruim over de 40 in ieder geval. Die mensen die gaan op bezoek bij mensen die vragen hebben over de verduurzaming van hun woning. En dat is puur een inventariserend gesprek om te helpen na te denken welke stappen je kunt gaan maken. En jullie geven daar dan tips voor? Wij geven daar tips voor. We hebben daar een gestructureerde aanpak voor. In met name het zogenaamde home dossier. Waarmee je in dat dossier een heleboel zaken over je eigen huis kunt invullen. Mm-hmm. En dan komt dat home dossier al met een aantal tips ook tevoorschijn. En de toelichting wordt dan door de energiecoaches over het algemeen gegeven. Kunt u een voorbeeld geven van wat je dan in kunt vullen in dat dossier? Nou, je kunt bijvoorbeeld ingeven wat voor soort ramen je hebt. Of dat HR++ glas is of nog gewoon glas. En dan zegt het home dossier van je zou deze stap kunnen nemen. En dan kun je ook allerlei keuzes maken. En dan achteraf komt hij met een heel plan. Dus dat is een heel gestructureerde aanpak die een hulp is voor de energiecoaches. Oké, William, we staan hier in jouw huis. Wat is nu het eerste wat jij hebt aangepakt om energie te besparen? Nou, wij hebben eerst de warme schil aangepakt in dit huis. Dit zijn jaren 70 woningen. Mm-hmm. We hebben eerst begonnen met de vloer te isoleren, daarna de ramen. Om zo een mooie warme trui voor je woning te krijgen. Kan je het wel even laten zien? Ja, zou ik even het luik openmaken. Want jij hebt voor korrels gekozen, hè? Ik heb voor korrels gekozen. In mijn ogen is dat de meest duurzame oplossing. Zodat je deze ook weer kan hergebruiken. Je kan ze altijd weer opzuigen. Ja. We hebben eerst een schuimlaag aangebracht. Dat is dat gele wat je ziet. Oh, ja. Echt, die houdt echt alle vocht tegen. Dus we hebben geen optrekkend vocht meer. We hebben daarna korrels aangebracht samen met de buurman. En die glijden eigenlijk heel egaal over de drassige grond hier. Okay. Dus het is gewoon keurig droog niet eronder. Het houdt gewoon heel goed de warmte vast. En je had ook nog iets met het glas gedaan, toch? Ja, dat klopt. Wij hebben gekozen voor niet voor trippelglas, maar voor hoogrende mensen dubbelglas. HR-glas is dat? HR++ glas. Ja. Met een coating erop, dus als ook de zonlicht erin komt in de zomer, dat hij eigenlijk voor zoveel % wordt weerkaatst. Dus je hebt minder warmtelast en in de winter is het juist andersom. En dat merk je ook echt. Het voordeel is ook dat je gewoon de bestaande kozijnen kan laten zitten. Je hebt er geen extra verzwaring aan hoeven te brengen. Het past ook gewoon netjes in de bestaande ruimtes. Oké, duidelijk. En laten wij even kijken hoe de buren het hebben aangepakt om dat energie te besparen. Nou Frank, we staan inmiddels bij jou thuis, een paar huizen verder. En het eerste wat opvalt is dit. Waar kijk ik naar? Ja, het is niet het meest mooie om te zien, maar in de zomer hadden we hier altijd een hoordeur hangen tegen de muggen. We hadden bedacht van, als je naar buiten loopt, dan gaat er steeds veel warmte naar buiten. Mm-hmm. En je hebt ook een soort tochtdeuren om hier tijdelijk in de winter een tochtdeur op te hangen. Dan loop je gewoon makkelijk doorheen. Het gaat gewoon met magneetjes omhoog. Maar daardoor stroomt er toch een stuk minder warmte naar buiten elke keer als je eventjes buiten wat weggooit of naar buiten gaat. Kijk,
En om het hoekje zie ik ook wat zitten. Dit is radiatorfolie, klopt. Of niet? Ja, dat heb je goed gezien. Ja, dit is radiatorfolie. Dat is eigenlijk een hele simpele oplossing omdat de verwarming veel meer warmte naar binnen straalt dan dat hij je buitenmuur opwarmt. Dat is eigenlijk heel makkelijk met magneetjes aan te brengen aan de achterkant van je radiatoren. En zo hou je warmte vast? Ja, zo hou je veel meer warmte straling naar binnen in plaats van naar buiten. Ja. Nou, dat lijken toch vrij simpele maatregelen. Ja. Ik zie hieronder iets wat ingewikkelder lijkt. Wat is dat? Dat valt mee. Dat kan je ook gewoon overal in de bouwmarkt kopen. Okay. Dat heet een radiatorventilator. Ik zal er eentje losklikken. Die werken met een sensor. Met een magneetje zit dat gewoon op de radiator geplakt. En zodra de verwarming aangaat en boven de 35 graden wordt dan die verwarming, dan beginnen die ventilatoren te werken. En die verspreiden de warmte veel sneller door de woonkamer, waardoor eigenlijk de cv-ketel eerder uit kan gaan, want de thermostaat staat eerder op 20 graden, of op 19, wat iedereen tegenwoordig een beetje doet. Precies. En dat bespaart een hoop gas, want daardoor kan je ook met lagere temperaturen eigenlijk de warmte al goed verspreiden. En normaal moet die cv-installatie wat hoger staan om de warmte goed uit die radiator te halen en dat er een luchtzoom ontstaat. En met die ventilatoren help je dat een beetje, waardoor je hem op 50 of 60 graden kan zetten. Met zo'n simpel apparaatje eigenlijk. Met zo'n simpel apparaatje. Mooi. En het springt een paar keer per dag aan. Nou, bedankt Frank. Ja. En wij gaan door naar de volgende buurman. Al 2 jaar. Mm-hmm. Oké. Okay. Maar de ene die had er eerder behoefte aan. Ja. Dan de ja. Moet helemaal naar boven natuurlijk. Als we naar de isolatie willen kijken. Nog een verdieping hoger. Goed dat we redelijk fit zijn. Ja. Okay. Nou, we gaan hier kijken. En hier kun je het beste zien namelijk. Het in de inloopkast. Nou Jim, bij jou moeten we helemaal naar zolder. Ja. Maar er is wel een hoop te zien. Vertel. Ja, nou in feite zie je hier de isolatie zoals die aangebracht is. Dit is allemaal nog niet afgewerkt en daarom kunnen we het ook hier nog zien. Dit zijn 2 isolatielagen van ongeveer zo dik die tussen de balken in zitten. En die heb ik hier eventjes wat afgeschermd met wat andere dingen, zodat het er niet tussenuit kan vallen. Dit moet nog verder afgewerkt worden. En zo'n isolatielaag zorgt ervoor dat er aanzienlijk minder kou naar binnen komt. Als je daar beneden vroeger keek in deze huizen, dan kon je in feite gewoon naar buiten kijken. Er zat gewoon zo'n hele kier in. Ja. Nou, dat is nu allemaal dicht. Dat kun je op verschillende manieren dichtmaken natuurlijk. Daar kun je ook wat peur in doen. Maar dit soort dingen helpt enorm. En het ziet er wel uit als een enorme klus. Ja. Ja, ja. Levert het wel genoeg op, zeg maar? Ja, naar mijn idee levert het genoeg op. Want zodra ik dit allemaal had aangebracht, merkte ik dat ik in het hele huis het behagelijker werd. Dat is ook logisch, want ja, de warmte gaat natuurlijk, stijgt altijd op. Ja, kan hier niet meer weg. Wat voorheen wel, maar nu niet meer. Dus het blijft hangen. En dat betekent dat ja, de warmte die beneden is niet meer naar boven kan, omdat er geen stroming meer is. En daardoor wordt het in het hele huis in feite veel aangenamer. Nou mannen, bedankt en succes nog, hè. Ja, graag gedaan. Leuk dat je er was. Ja, en dan de warmtepomp. Wat gaan we ermee doen, hè? Ja, we hebben nu alles geïsoleerd, maar dat zou wel een mooie volgende stap zijn. Ja, ja, ja. Maar er zitten natuurlijk wel wat haken in ogen. Ja. Energiecoaches, die vind je trouwens in alle gemeenten. Ik ben Anita van der Wal, energiecoach van de gemeente Noordwijk. En dat is allemaal vrijwilligerswerk. We gaan naar de mensen toe om te kijken of we kunnen helpen met allerlei energievragen. Wij geven gratis advies en wij zijn ook niet gebonden aan een bedrijf of maatschappij of wat dan ook. Helemaal aan niemand. We zijn dus echt helemaal vrijblijvend, geven energie. En hoe gaat het dan in zijn werk, Anita? Je kan aanmelden bij de gemeente Noordwijk. Dan kan je de energiecoach zien. Wij komen gratis bij jou advies geven. Nou, mocht je nog meer willen weten over het aanvragen van een energiecoach, kijk dan nog eventjes op onze website.